Ik ben dus op zoek of er in Mechelen genoeg mogelijkheden zijn om vakantie hier in de stad door te brengen. En waar kunnen we dat beter doen dan in het toerismehuis? En daar ga ik nu naartoe. Want, hey! En daar ga ik nu naartoe, want we kunnen dan beter zijn in het toerismehuis waar ze vandaag van City Golf Tours hun nieuwe zomerprogramma voorstellen. Op je handen sprayen en dan geven we eigenlijk de handschoenen aan. Alright, cool. Zoals gezegd, beste volgers, ik ben op zoek naar iets wat er te doen valt in Mechelen voor de vakantie doorbrengen in Mechelen. Ik ben hier iemand tegengekomen, dat is Vincent Hellemans en die heeft heel wat te organiseren in Mechelen. Dus ik zou zeggen, we gaan even Vincent aan de tand voelen wat hij te zeggen heeft. Voilà, Vincent, vertel eens, wat heb je hier allemaal in Mechelen te zoeken? Oh nee, wacht. Voilà, Vincent, vertel eens. Wat heb jij allemaal te bieden aan de Mechelaars die hun vakantie hier in Mechelen willen doorbrengen? Ah, denk in eerste instantie de Citygolf. We zijn al golfend Mechelen gaan door stappen eigenlijk. We hebben ook de Citybiergolf, waarbij je ook dus de Citygolf gaat doen. En op drie verschillende plaatsen eigenlijk een biertje kunt gaan slurpen. Heb je het wachten? Ja. Voilà, Vincent, vertel eens, wat heb jij de Mechelaars allemaal te bieden om hier hun vakantie door te brengen? Citygolf. Dus het is eigenlijk zo dat wij uiteraard mensen kennen ons van onze tours die we doen, Citygolf tours, waarbij je eigenlijk een hele tocht gaat maken, waarbij je al golfend op verschillende plaatsen komt. We doen ook uiteraard de Citybiergolf, dat je ook op verschillende plaatsen komt, en dat je ook op drie plaatsen eigenlijk een Mechels biertje kunt gaan kennen eigenlijk. En dan hebben we ook nog de City Food Golf, waarbij je eigenlijk al voetbalgolfend door Mechelen kunt gaan. Zeg Vincent, maar nu vraag ik me wel af, die City Golf Tours hier in Mechelen, is dat enkel groepen of zijn dat ook particuliere personen dat kunnen inschrijven? Wel, dus het is eigenlijk zo, in eerste instantie is het zo dat we normaal gezien enkel voor groepen werken, vanaf 8. Maar het is zo een beetje om de mensen toch de stap of in de vakantie in eigen stad te laten doen. Is er eigenlijk zo dat we op 4 data Citygolf doen waar mensen vrij kunnen inschrijven. Dus het maakt niet uit, zijn ze met ene of zijn ze met een aantal mensen. Het maakt niet uit, ze kunnen gewoon vrij inschrijven. Ik veronderstel dat dat niet zo echt moeilijk is dat iedereen toch kan deelnemen. Hè? Het is, ik denk het grote voordeel van hetgeen dat we eigenlijk bieden. Je moet er vooral niet voor kunnen golven. Je moet gewoon vooral fun willen maken, samen buiten komen. En dat is eigenlijk de sleutel van hetgeen dat we eigenlijk bieden. Als Mechelaar weet ik dat het toch wel heel populair is, die Citygolf. Hoe lang op voorhand moeten ze boeken? We vragen aan de mensen toch minstens 14 dagen op voorhand, omdat we dan toch nog wel tijd hebben om eigenlijk alles in kaart te gaan brengen. Maar ja, uiteraard is de boodschap die eerst boekt, heeft natuurlijk de eerste plaatsen. Dus ja, hoe langer op voorhand dat je boekt, hoe zekerder dat je zei dat je uiteraard kunt komen Citygolven. Hoe lang duurt het ongeveer zo'n volledige partij? Kiezers hebben een formule van 6 holes, dus dat eigenlijk 2 uurtjes bezig zijn en hebben eigenlijk eentje van 9 holes dat je een uurtje langer speelt. En natuurlijk onderweg kunnen de mensen iets gaan drinken. Rekenen een half uurtje extra voor een Mechelse pint te gaan slurpen. Wat is het plezantste, golf spelen of iets gaan drinken? Laten we zeggen de beide samen kunnen beleven. Ja,
Zeg, is dat alleen in Mechelen dat je dat doet, of ook in verschillende steden? Dan, ondertussen al in meer dan 50 steden. Ik zou zeggen, de mensen die hier zijn komen, citygolven, en zeggen, we vinden het zo leuk, die kunnen uiteraard ook nog in andere steden komen. Maar uiteraard staan we hier vandaag om Mechelen te promoten. Het is een schitterende stad, met heel mooie plaatsen. En ik denk dat onze tours die we hier bieden, dat de mensen ook wel vrolijk kan maken. Ik denk dat we dat misschien allemaal wel eens nodig hebben in deze tijden. Nu, boeken via de website of telefonisch? Kan beide. Dus mensen kunnen eigenlijk alle info op onze site vinden. Natuurlijk, als ze nog extra vragen hebben, moeten ze ons altijd bellen of mailen. Als we de mensen kunnen helpen, dan doen we dat heel graag. Oké, ik zou zeggen succes en ik hoop dat jullie een fijne zomer beleven hier in Mechelen ook. Super, ja. Wij hopen het ook. En ik zeg het, wij hopen heel veel mensen op de benen te kunnen brengen en vooral te kunnen laten genieten van eigen stad. Dat was dus Vincent van de City Golf Tours. Heel duidelijk uitgelegd. Dat is al een van de goede dingen hier om uw vakantie in Mechelen door te brengen. En ik ga nu met u op zoek naar een van de volgende zaken voor vakantie in eigen stad.